Goedendag allemaal. Het is vandaag 12 oktober 2018. Het is 9 uur in de ochtend. We werden vannacht wakker. En van onweer. Het was rond een uur of 11:45. Een paar grote slagen, een beetje regen. Duurde niet lang, maar in de eerste instantie dachten we, de wereld vergaat. Ja, we waren natuurlijk in onze diepste slaap en als je dan plotseling wakker wordt van onweer wat je niet verwacht. We dachten de wereld vergaat. En waarom dachten we dat nou? Omdat we allemaal onheilsberichten hadden gehoord in de afgelopen dagen over het klimaat en over de opwarming van de aarde en over allerlei doemscenario's die ons in de verre toekomst misschien te wachten staan. En de helpende hand, overigens, die Nederland had uitgestoken naar de wereld om de wereld te redden. Erg veel is er over gesproken deze week en het gonst ons nog na in de kop. Gelukkig kunnen we even beginnen met iets heel positiefs overigens, want de boeren die bleven wel voor een groot deel buiten schot. Maar vandaag op de achterpagina van de Telegraaf zagen we deze mooie pagina grote advertentie. En moet je luisteren, vandaag is het Thank a Farmer Day, bedank een boerdag. Een moment om even stil te staan bij het feit dat wij in Nederland dagelijks over voldoende gezond voedsel beschikken. Voedsel, smaakvol, enzovoort, enzovoort. Ons voedsel, jouw vrijheid. Kijk, en dat is nog eens andere praat, hè. Dat is nog eens andere praat dan al die doemdenkerij over ons klimaat en de verhoging van de temperaturen en de opwarming van de aarde. Kijk het maar eens goed. En wie heeft die advertentie nou geplaatst, zou je zeggen? Dat is een initiatief van de stichting Boer Bewust. En Boer Bewust zet zich in om de kloof tussen boer en burger te verkleinen. Nou, wij hopen dat heel veel mensen die niet van boerenafkomst zijn, dit hebben gezien en tot zich hebben laten doordringen. Maar goed, we gaan terug naar de klimaatdiscussie. Het is wel iets dat zeker is, ondanks alles wat er met dat klimaat wordt gezegd, blijven wij boeren toch gewoon doorboeren. En de vraag is natuurlijk, als er geen voedsel is en wat ze ook allemaal voor maatregelen proberen op te leggen aan de wereld en Nederland vooroplopend, hè, als het gidsland met het wijzende vingertje, het priemende vingertje, hoe het allemaal beter zou moeten en hoe het allemaal zou kunnen gaan. Nou goed, wij blijven gewoon door lekker boeren, want voedsel moet er blijven, dat is heel duidelijk. En als er geen voedsel is, dan zullen ze toch alle maatregelen aan moeten passen aan het feit dat wij gewoon voedsel moeten kunnen blijven produceren. En wat ze ons ook opleggen aan maatregelen of dwingende dingen, ze kunnen nooit zo ver gaan dat ze de landbouw gaan verbieden. Want we weten allemaal het bekende, zo eerst das fressen und dann de moraal. En hebben wij eigenlijk last van die opwarming van de aarde, zou je kunnen zeggen, als boeren? Nou ja, eigenlijk niet, hè. Het is, als het op tijd een keer regent en het is over het algemeen wat warmer, dan zullen we daar toch niet al te veel problemen mee hebben. We kunnen nou eenmaal in de landbouw, moeten we gewoon boeren met kunstmest en met bestrijdingsmiddelen, gewasbestrijdingsmiddelen, want anders komt er niks van terecht. Hè? Biologisch alleen, dat kan gewoon niet. Maar terug naar ons Nederlandse priemende wijzende vingertje. Nederland gaat de wereld redden, want de CO2-uitstoot die moet sterk verminderen. En als we dat niet doen, ja, dan gaat de wereld naar de knoppen. En Nederland is een klein landje, dus we moeten maatregelen nemen om die CO2-uitstoot ook te gaan verminderen. Hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we dat doen? Dat is een goede vraag, want er zijn een heleboel mensen die daar hun licht over laten schijnen en allemaal ideeën over hebben. De auto moet minder worden, we moeten wat korter douchen bijvoorbeeld, we moeten op tijd naar bed zodat we het licht op tijd uitdoen. En we kunnen ook dikke truien kopen zodat we niet allemaal natuurlijk die verwarming 's avonds hoog op moeten zetten. En we zouden een nieuw soort mens kunnen kweken die weer wordt voorzien van een vacht, net zoals de apen. Hè? Want dan heb je natuurlijk al die kleren niet nodig en dan zijn we natuurlijk een helend verlost van al een paar kleine problemen. En dan die CO2-uitstoot. Wij als leek, met ons boerenverstand,
dan denken we, ja, is dat nou echt zo? Kijk, we hebben in Nederland over het algemeen vrij veel wind. Hè? En dan over het algemeen noordwest, west, zuidwest. Waar waait die CO2-uitstoot dan naartoe, zou je kunnen zeggen? Want wie grenzen er aan ons land? Dat is Duitsland, België en ja, in het verdere noord, de Scandinavische landen. Daar waait dan die CO2 naartoe en wij krijgen de wind vanuit de zee. En op de zee hebben we denk ik geen CO2-uitstoot. Dus ja, waar maken we ons eigenlijk druk over? Wij willen als mens de opwarming van de aarde zoals we die in theorie nu zien ontwikkelen, willen wij tegenhouden. Wij denken, wij gaan toch uit van een enorme grootheidswaanzin, als je dat zo zou zeggen. Want ja, wat kun je nou echt daaraan doen? We kunnen het onszelf wijsmaken natuurlijk. Maar ondertussen worden de doemscenario's worden natuurlijk vrolijk over ons uitgestort. Maar we denken ook dat alleen maar een heel klein groepje mensen in Nederland zich daar daadwerkelijk mee bezighoudt, omdat ze ervoor worden betaald. En sommigen zullen zeer waarschijnlijk wel uit idealistische overwegingen daar aandacht aan besteden. Maar het gros van het volk, dat gaat gewoon zijn gang en is niet van plan om al te veel in te leveren. Maar goed, er was Urgenda, dat is die bekende club die zich ook inzet voor de klimaatverbetering en tegengaan van uitstoot van CO2 en dergelijke zaken, was tot tranen toe beroerd toen de rechters vorige week uitspraak deden waarbij Urgenda in het gelijk werd gesteld en de staat in beschuldiging werd gesteld omdat ze te weinig doen om het klimaat te verbeteren. Te weinig doen om de burgers te beschermen. En de rechters die gingen op de stoel zitten van het landelijk bestuur. En daar waren ze niet blij mee. Ja, en laten we nou, we willen de rechtspraak natuurlijk niet kleineren, want we zijn blij dat er rechtspraak is en dat we ons daar natuurlijk aan kunnen richten. Maar die rechters, ja, waar baseren die hun kennis op? Zij baseren hun oordeel en hun kennis op wat ze van anderen krijgen aangereikt. En daar moeten ze het mee doen. En dan zitten ze fraai natuurlijk in hun mooie toga's te verkondigen wat er zou moeten gebeuren, wat de Nederlandse staat zou moeten doen. En mensen, veel van die mensen, als je dan bij ze thuis zou komen, dan zie je een huis vol wanorde, een aanrecht dat vol staat met afwas die nog gedaan moet worden, overal troep in huis en hun tuintjes zitten vol met onkruid. En dat soort mensen, ja, zodra ze dan een toga aantrekken, worden ze een autoriteit en dan kunnen ze uitspraken doen waar we nog lang de vervelende gevolgen van kunnen gaan ondervinden. Angst aanjagen, dat is wat ze doen. We hoorden vanmorgen op de radio dat NRC, een gerenommeerd dagblad, avondblad ook, of weet ik wat, morgenblad, die gaat een artikel publiceren. Wat als de zeespiegel met 5 meter zou stijgen? Wat als? Wat zou er dan met de wereld gebeuren? Wat zou er dan met bepaalde gebieden van de wereld? Een nieuwe zondvloed, een nieuwe ark van Noach misschien, die we ergens op een berg later weer tegenkomen als het water zakt, maar de verhalen met wat als, ja, dan kun je natuurlijk wel zoveel angst de mensen aanjagen door zulke artikelen, want dat komt natuurlijk niet voor. En als het al voorkomt, ja, dan zullen we daarmee moeten leven en moeten aanvaarden, zoals destijds toen er nog nergens uitstraling was, nergens CO2-uitstraling of wat dan ook, de ijstijden zijn geweest. En we van ijstijd naar warme tijd en van warme tijd naar ijstijd gingen. En dat ging dan allemaal zo. En nu, natuurlijk, wij mensen met z'n allen, we zullen natuurlijk enige invloed uitoefenen op het, ja, de mogelijkheid van het klimaat en de luchtvervuiling en dergelijke. We kregen van de week een foto van een goede bekende van ons uit Kenia. Die had de nachthemel gefotografeerd. Werkelijk indrukwekkend. De sterren, de Melkweg en alles en nog wat om nooit te vergeten. Wij herinneren ons vroeger, toen we een jaar of 7 waren of zo. Als we dan s'avonds in de zomer thuis op de boerderij en we keken naar de hemel, dan was dat ook zo. Zag je ook de Melkweg en alles en nog wat. Dat zien we niet meer. Er zijn natuurlijk veranderingen waarmee we hebben te maken. En ja, dat is nou helemaal de prijs die wij betalen voor onze ontwikkeling, die wij toch zo graag hebben. Willen we terug naar berenvellen en met knotsen in grotten gaan wonen, dan moeten we dat doen. Maar ja, we hadden die angst aanjagen voor als wat. We kenden een man, hij heette Janus,
En Janus die zei altijd, als de hemel valt, dan breken alle bonenstaken. En dat bedoelde niet mee. Ja jongens, je kan wel van alles in je kop halen, allerlei doemscenario's denken, maar dan kom je er toch niet uit. Dus als de hemel valt, en die zal nooit vallen, maar als die valt, dan breken alle bonenstaken. En ik denk dat we ook zo'n beetje om moeten gaan met die hele klimaatdiscussie. We moeten het wel serieus nemen, maar toch niet al te veel onszelf zorgen maken en toch gewoon lekker gaan slapen. Schouten, minister Schouten, die pleitte om meer bomen te planten in de landbouw. Subsidies geven aan boeren die meer bomen planten op hun land of houtwallen weer opnieuw aanleggen. Goed idee, waarom ook niet? Alle kleine beetjes helpen. Maar wij denken dat het een aalmoesgevoel is, hè? Je weet wel, je loopt over straat en je ziet een arm mens zitten. Zijn er niet veel meer, maar een bedelaar. En dan ben je toch wel bereid om, of een muzikant, weet je wel, zo'n straatmuzikant, om hem even wat in zijn pet te gooien of in zijn doos. Een aalmoes, dan heb je toch het idee dat je wat gedaan hebt. En ik denk ook dat veel van deze maatregelen die nu allemaal worden bepleit, een aalmoes zijn om onszelf een beetje gerust te stellen dat we er toch aandacht voor hebben. En dat we doen wat we misschien zouden kunnen doen. Maar vergeet niet, de natuur hierboven, die gaat zijn gang. En die zal de wereld doen draaien. En die zal de seizoenen doen veranderen. En die zal regen laten komen. Die zal zon laten schijnen. Die zal de aarde verwarmen of verkoelen. En wij mensen, wij wonen daar. En we zullen er mee moeten leven. En gewoon rustig gaan slapen. En niet al te bang zijn. Mannen en vrouwen, oudoe. Dat was voor van de week. En ja, nog even tot slot. We krijgen morgen krijgen we de 13 oktober. Waarschijnlijk de warmste oktoberdag sinds mensenheugenis. Men praat over 25 graden. 12 oktober, wat een geschenk. Wat een geschenk. Nou, laat die aarde dan nog maar een beetje opwarmen. Wij persoonlijk hebben er geen probleem mee. En ik denk velen met ons ook niet. Houdoe en bij leven en welzijn, als de aarde niet is vergaan ondertussen, tot volgende week.